Dit item op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Zwembad Den Helder. Ideaal om uw decemberkilo's weg te zwemmen. Valt nog niet mee, hè? Om het aan te doen, of niet? Maar ik heb hem nu wel. Je hebt hem wel. Ook heel strak, of niet? Hé, hey, is het heel strak? Ja. Ja. Ja? Meisjesdroom, zeg maar, die uitkomt. Oké. Okay. Ja. Maar hoe is ze op het idee gekomen? Heeft ze het gezien op televisie of hoorde ze het? Nee, van vriendinnetjes. En, ja? En alle vriendinnen gingen sparen voor de staart. Ja? Ja, dus dat is wat we leerden. Oké. Okay. En is nou de vierde les zo gezegd? Wat? Ja. En ze gaan tussendoor ook vrij zwemmen. En dan gaan ze niet om die bad gaan ze ook zwemmen. Oké. Okay. En dat heeft natuurlijk weer een effect op de andere kinderen. Want die zeggen ook van, oh wat leuk, mag ik hem een keer proberen? Ja. En zo is iedereen aan het sparen voor een... iedereen zijn veel kinderen aan het sparen voor de staart. Ja. Oké, okay, dus het is weer een leuke aanvulling op zwemmen. En ze zijn lekker sportief bezig natuurlijk. Ze zijn lekker aan bewegen. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Maar heb je zelf geen behoefte om zo'n staart een keer aan te doen? Nou, ik zou het best een keer willen proberen. Maar ja, jouw maat is er niet bij. Nee. Volgens mij is hij er zelf, maar nee. Nee, ik zou het wel een keer te proberen, lijkt me leuk. Ja. Nou, ik heb begrepen dat je ook voor die grote zwemvliezen kan kopen. Dan heb je wel geen staart, maar dan heb je wel van die speciale zwemvliezen die je kan... Ja, dat klopt. Ja. Dat ja, maar ook dat is dezelfde techniek als het ware. Volgens mij wel. Ja, het is een mono vind dan. Ja. Oh, dat is zo. Nou, dan gaan we op onze rug. Gaan we even om de bus. Oh, mag je wat meer water? Nee, zet die water niet van. Ja! Paula Hartkamp, jij hebt zo juist een aantal kinderen een meer zeemeermin diploma gegeven. Ja. Het is helemaal in, hè, op het ogenblik. Ja, het is echt de hype van dit moment. Kinderen vinden het hartstikke leuk. En ja, zeemeerminnen, dat is natuurlijk ook iets magisch. Dus ja, je ziet 8 kinderen, dus hartstikke leuk. Ja. Ja. Jullie hebben 4 lessen gehad hier in het zwembad. Wat is nou zo speciaal aan de techniek van zeemeermin zwemmen? De techniek van zeemeermin zwemmen komt niet in de zwemlessen aan bod. Het is de vlinderslag, als het ware. En dat wordt meer gebruikt met wedstrijdzwemmen. En door de stuwing kunnen ze eigenlijk veel sneller zwemmen, doordat ze de fin aan hebben. Dus daar kunnen ze eigenlijk veel meer mee. Maar is het moeilijk voor de kinderen om die slag aan te leren? Nee, in principe niet. Nee. Voor de kwestie van even doen, even oefenen en dan gaat het vanzelf, bij wijze van spreken. Ja, nou ja, je ziet het, hè? 4 lessen gehad en ze gaan al aardig snel door het water. Dus dat is goed te doen. Wat vinden de kinderen zelf er zo leuk aan? Nou, natuurlijk dat pak zelf, natuurlijk. Dat is heel speciaal. Ja, dat pak is natuurlijk geweldig. Ja. De mooie kleurtjes en de manier van zwemmen ook, denk ik. Van het snel en onder water. Ja. Hoe kijken jullie als zwemonderwijzers tegen dit fenomeen aan? Ja, hartstikke leuk. Ja, het is leuk om de kinderen dat ze dat hier gewoon uit kunnen proberen en dat ze het hier ook kunnen leren. Hoe ze dat goed moeten doen. En wij vinden het ook belangrijk een stukje veiligheid. Doordat ze de fin aan hun voeten hebben,
moeten ze toch ook leren van, hey, hoe ga je daarmee om? Het is anders. Je benen zitten natuurlijk als het ware een beetje vast. Dus het leren van veiligheid, hoe ga je daarmee om? Maar ook, dat hebben we nu vandaag niet gedaan, maar we hebben ook geoefend. Hoe kan je de fin uitkrijgen als je aan het zwemmen bent en je voelt je even niet lekker of je denkt van, hey, ik raak een beetje in paniek. Dat ze hem ook in het water uit kunnen krijgen. Want een van de eisen om dat inderdaad te leren is dat ze minstens een B-diploma moeten hebben. Ja, klopt. Ze moeten minstens een B-diploma hebben. Ja. Je hebt nu 4 lessen gehad hier in Zwembad Den Helder. Met succes afgerond. Gaat dit vervolg krijgen? Ja, zeker. Er kan gewoon weer ingeschreven worden. En als er genoeg aanmeldingen zijn, dan starten we weer nieuwe lessen. Dit item op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Zwembad Den Helder. Ideaal om uw decemberkilo's weg te zwemmen.